hele snowboard gebeuren is eigenlijk begonnen toen ik 9 jaar was. Dan heb ik voor het eerst op een snowboard gestaan. Voordien, vanaf mijn 3 jaar skiede ik al. En dan op mijn 9 samen met mijn broer voor het eerst geprobeerd om te snowboarden. En we vielen ons eigenlijk wel meteen. Allebei direct overliefd geworden op het snowboarden en de skis meteen op zolder gegooid. En die hebben we ook nooit meer aangeraakt daarna. Ik heb mijn eerste wedstrijd meegedaan toen ik 11 jaar oud was. En dat was een kleine wedstrijd hier in België, gewoon op de indoorpiste. Ik weet totaal niet meer wat voor resultaten ik heb gehaald, maar dat is altijd zo. Ja, als je goede resultaten haalt, dan wil je een niveau omhoog gaan. De Nokia Snowpark Tour in Innsbruck, die weet ik nog goed. Daar was ik samen met mijn broer heen gegaan. En ik ben tweede geworden en mijn broer is derde geworden. Dus dat was eigenlijk wel meteen een succes op de eerste internationale wedstrijd. En dan nadien grote wedstrijden beginnen uitproberen. Ieder jaar organiseer ze soms wel een keer wedstrijden in landen waar ik nog nooit ben geweest. Korea en zo geweest, China, Nieuw-Zeeland, Amerika en Canada. En binnen Europa ben ik ook in de meeste landen waar er bergen zijn, ben ik toch zeker en vast al geweest. Onlangs heb ik uitgerekend hoeveel dagen dat ik in 2016 in het buitenland heb gezeten. En dat waren er 256. De knie is een heel erg gevoelig aan blessures. Daar heb ik ooit 3 jaar lang een ontsteking gehad aan mijn linkerknie. Mijn beide sleutelbenen heb ik al gebroken met snowboarden. Mijn linkerbovenarm gebroken. Af en toe valt je wel een keer op je rug, maar dat zijn niet echt de ergste blessures. In de lucht is eigenlijk een heel speciaal moment in het snowboarden. Je sluit je wel een beetje af van de buitenwereld. Als ik een jump doe, dan hoor ik niks meer van de geluiden rondom. De jumps dat wij springen, meestal geeft dat 2 tot 2,5 seconden dat we in de lucht hangen. En voor mij lijkt dat 4 à 5 seconden, gewoon omdat je zo geconcentreerd bent. Ik was altijd wel, denk ik, een beetje een persoon die adrenaline opzocht. En ja, in het begin begin je uiteraard heel klein en dat is gewoon constant je limieten verleggen en constant meer willen. En dat is allemaal begonnen uiteraard bij een klein bultje op de piste en dan is dat uitgegroeid tot jumps van 20, 25 meter. Ja, ik ben nu ondertussen dan 2 keer wereldkampioen geworden en op de eerste keer in 2011 dat was een speciaal moment. En ik denk dat ik toen minder besefte dan mijn winst in 2017. Toen ik dat resultaat behaalde, was dat wel zo van mij. Dan was ik wel heel blij dat ik op die exacte wedstrijd eigenlijk die prestatie heb kunnen leveren. De Olympische Spelen zijn dan ook weer inderdaad wel een speciale wedstrijd. Daar komt zoveel media-aandacht bij kijken en zo. En voor een atleet kan dat zijn carrière echt wel helemaal veranderen. Mijn eerste doel gewoon voor die Spelen is de finale halen. En als ik in de finale zit, dan is het gewoon alles op alles zetten. Als alles op alles lukt, dan zit er misschien een mooi resultaat in. Als dat niet lukt, dan blijft het gewoon bij een finale plaats.